Vanavond in het Po-nieuws. Verbijstering over Allah-uitspraak van ex-PvdA'er Özturk. Nou vind ik dat Marcus best eens gestraft mag worden, maar door Allah, dat gaat me dan wat ver. Ja. U ook? Ja, dat zou wel ver, ja. Goed, ik heb het geloof in straffen van boven lang geleden verloren, dus in mijn wereld is het niet. En Arjen Robben zinspeelt op generatieconflict. Daar heb ik het niet specifiek over in Nederland zelf dan, maar... Nou, ik twijfel wel eens soms over de jongere spelers, zeg maar. Of die soms echt wel doorhebben waar ze mee bezig zijn.